Hallo allemaal, welkom op het Rayan College. Als jullie hier volgend jaar naartoe gaan om les te krijgen, is het natuurlijk handig als jullie weten hoe dit gebouw eruit ziet. Daarom ga ik jullie een rondleiding geven, maar ik doe dit niet alleen, ik doe het namelijk samen met Sam. Huh? Sam, waar ben je? Oh ja, sorry, ik was helemaal vergeten. Ik kom er nu aan. Sorry man, ik was het vergeten, maar ik ben er. Maakt niet uit, het gebeurt altijd bij jou. Nou, zoals ik al zei, hier hebben we de receptie. Als je je ziek voelt, dan kun je hier ziek melden en kun je naar huis gaan. Als je spullen kwijt bent, kun je die hier ook ophalen. Als je een vraag hebt aan een docent en je wilt naar die docent toe, kun je ook vragen waar die docent op dit moment is. Daarom is de receptie ook heel belangrijk. En hier zitten ook de twee dames van de receptie die je altijd helpen. Goed, dan gaan we nu door naar waar jullie pauze krijgen. In de aula's namelijk. Moet je eens kijken wat voor ongelooflijk veel lekkers ze hier hebben. Is niet geloven. Dit is het ONO-lokaal. Hier zijn leerlingen vooral bezig met eigen projecten. Deze projecten maken ze met behulp van een opdrachtgever. En daarom gaan ze zelfstandig of in groepjes aan projecten werken. Nou, hier zijn we aangekomen op de brug. Hier moet je overheen lopen als je van het Rayan College naar de Wetteling wil lopen, waar je gym hebt. Zonder dat je wordt aangereden door auto's. Dat is heel handig. Hier zijn we aangekomen in een van de meerdere gymzalen. Hier ga je elke week met je klas gymmen. Heel leuk natuurlijk, afleidend van school. Ga je hele leuke dingen doen. Je kan je gaan voetballen, trefballen, dansen, alles wat met sport te maken heeft. Let's go! Let's go! Let's go! Dit is het techniekplein, oftewel het technieklokaal. Hier zitten leerlingen vooral bezig met apparaten om zelf dingen te maken met hout of zelfs met metaal. Hier kunnen ze hun eigen creativiteit helemaal los laten gaan. Dit is het lokaal tekenen en plant en dier. Het stukje tekenen spreekt natuurlijk voor zich. Hier zijn leerlingen gewoon aan het tekenen. Het is een redelijk nieuw lokaal. Een paar jaar geleden was het namelijk nog een ONO-lokaal. Maar nu kunnen leerlingen hier dus tekenen en krijgen ze ook les over planten en dieren. En daar is het lokaal nu voor gemaakt. Dit is het muzieklokaal. Nou, Sam, ik zou zeggen, brand los op de piano. Nou, hier zijn we mooi aangekomen bij de meertik. Als je een uurtje vrij hebt, kan je lekker huiswerk maken, hoef je thuis niet meer te doen. Zo handig. Ook heb je hier computers, als je voor school ook spullen, dingen kan doen. Als je ziet, heel veel computers. En daar is de koning van de meertik, Ivo. Dit is dus het mediateam. Wij hebben het hele tv-programma hier gemaakt.